Ja, dit is een doorbraak omdat wij bovenop de index bijkomende koopkracht krijgen. En dat is goed voor de mensen. Er zit dus sociale vooruitgang in. En dat is goed voor de economie, zodanig dat we die ongelijkheid kunnen tegengaan. En dat er koopkrachtverbetering is voor iedereen. Dat voor de loontrekkenden, maar ook de sociale uitkeringen hebben we verbeterd. En we zijn niemand niet vergeten. Het sociaal overleg werkt inderdaad. Maar de afgelopen jaren ging het niet omdat de regering eigenlijk het vooraf onmogelijk had gemaakt. Maar nu zijn werkgevers en werknemers aan tafel gaan zitten. Een constructief overleg gehad. En wij vragen nu duidelijk aan de regering en wij eisen dat ook. Dat men de resultaten van dit overleg 100% naleeft. Wat voor het HBV belangrijk was, dat was dat de eisenbundel die we hebben opgesteld maximaal werd verwezenlijkt. We hebben die ook samen voorbereid met de andere vakbond. Maar we hebben echt samen met de andere vakbonden de lead genomen. Maar we hebben ook nooit verdeeldheid laten ontstaan. En het resultaat is wat het vandaag is en dat mag er zijn. En de steun die we hebben gekregen, en met name ook van de metaalcentrale, was voor ons van fundamenteel belang om tot resultaat te komen. Ja, ik wil er allereerst bij stilstaan dat ik zeer tevreden ben dat er een akkoord is. Want we horen al 2 jaar lang in een stuk dat het sociaal overleg niet meer bestaat. Dat men niet meer in staat is om akkoorden af te sluiten. En de waarheid is eigenlijk dat men liefst van al dat sociaal overleg wil afschaffen. Zodat men maatregelen kan nemen en we in een situatie terechtkomen waarin mensen eigenlijk allemaal individueel voor hun rechten gaan moeten opkomen. Dus ik ben één zeer tevreden parlementslid dat er een akkoord is van de sociale partners die unaniem gedragen is. Twee, ik denk dat er ook zeer belangrijke, inhoudelijk ook belangrijke discussies en thema's in zitten. Ik denk dan aan de loonsverhoging. Ik denk na al die factuursverhogingen wat de mensen voelen en iedere dag, iedere maand moeten betalen. Ik denk ook wel blij ben dat er nu ruimte is voor een loonsverhoging. Mm-hmm. En drie, men gaat ook toch niet voorbij aan de maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ik denk dan aan de langdurige zieken. Ook daar hebben werkgevers en werknemersorganisaties samen gezegd, we gaan dat samen proberen aan te pakken. Ik denk dat vanuit de oppositie vooral een controlerende functie zullen hebben in deze. Deze regering meent dat ze sociaal overleg altijd respecteren. Ik heb voorbeelden vanuit het verleden. Denk dan maar aan het akkoord rond de beschikbaarheid van de mensen die op brugpensioen zijn. Ook daar was een unaniem akkoord van de sociale partners. De regering heeft dat niet integraal overgenomen. Men is toch nog gaan sleutelen aan de commas en de puntjes en de kommetjes. En je moet weten, de sociale partners die overleggen, het is een verhaal van geven en nemen. Het is een verhaal van compromissen te sluiten. Als er een akkoord is, dan wil men zeggen dat men in evenwicht is. En als de regering los daarvan nog eens dat akkoord gaat herbewerken, ja, dan zorg je eigenlijk wel voor, dan speel je eigenlijk ook met de sociale vrede in dit land. Dus ik vind het wel superbelangrijk dat de regering dit overneemt. Het is nog een twijfel, ik trek het nog een twijfel. Maar het zal vooral onze rol zijn om daarop toe te waken, om toe te zien dat de regering dit ook doet. Het belangrijkste is natuurlijk dat er een akkoord is. Omwille van de omstandigheden die er nu zijn, is een akkoord altijd veel beter dan geen akkoord. Wat ik heel belangrijk vind voor werkbaar werk, is dat die landingsbanen dus nog altijd er zijn, dus vanaf 55 jaar. Dat vind ik heel belangrijk. Die opmerking over die zware beroepen is een terechte opmerking. Maar zoals altijd is een akkoord altijd een compromis. Ik hoop dat de metaalsector voornamelijk de focus legt op loon. Deze keer, want we zitten toch al een hele tijd naar loonstop en de verwachting van de mensen zijn toch ook naar loon toe. Ik verwacht ook wat aandacht naar werkbaar werk, om dat iets meer concreter te maken, iets meer afdwingbaar. Want daar ontbreekt het nogal dikwijls als we dat topic ten berde brengen of te sprake brengen bij de werkgever. Dan ligt dat nog redelijk moeilijk naar die afdwingbaarheid. En ze weten dat ook, de werkgevers, dat stelt dan gerust. En ik verwacht ook wat aandacht voor de jeugdwerkloosheid, voor daar iets rond te doen. En daar staat gewoon tegenover ook de SWT. In feite, dat hangt eigenlijk samen voor mij, want SWT is nog altijd ook iets die ergens ruimte maakt voor de jeugdwerkloosheid op te lossen. Dus daar dat moet voor mij de focus liggen. Rijk, we hebben gezien in het sectorale onderhandeling dat er nu een beetje marge zit naar lonen toe. Dus de 1,1 en los van de index, dus dat we daar wel een marge hebben. Maar ik hoop ook dat er iets gedaan wordt naar werkbaar werk. En vooral omdat je dan ziet van we moeten allemaal langer werken. Hè? Dus de brugpensioenleeftijd en de leeftijd van de pensioen zijn opgetrokken geweest. Dus dat is zeer zwaar voor de mensen die in de industrie werken. Dus ik hoop, en als je dan ziet dat tijdskrediet enorm aan banden gelegd wordt, een tijdskrediet die jammer genoeg
in de media zo'n beetje afgeschilderd wordt, like als je denkt naar het ongemotiveerd tijdskrediet, die jammer genoeg in de media afgeschilderd wordt als het tijdskrediet die enkel en alleen maar genomen wordt voor wereldreizen te maken. Ik vind dat jammer dat dat zo afgeschilderd wordt. De mensen maken gebruik van tijdskrediet en denk dan vooral ook naar landingsbanen toe. Voor even een oefmoment in hun carrière te hebben. Dus ik hoop dat er sectoraal dat er iets kan verwezenlijkt worden naar ingevuld worden naar rimpeldagen of anciëniteitsdagen of terug uitbreiding van tijdskrediet of zo. Dat we, als we langer moeten werken, dat we dan ook de eindstreep kunnen halen met z'n allen op een gezonde manier. En ik hoop dat dan ook bedrijven en daartoe verplicht worden voor naar een ergonomisch beleid te gaan, dat ze de mensen ontlasten van zware arbeid, zodat ze op een gezonde manier de eindstreep halen. Ik hoop dat in de sector die 1,1% eigenlijk volledig naar het loon zou gaan. Onze jongere werknemers op het bedrijf die snakken eigenlijk naar een beetje ademruimte in hun loon. En dat is eigenlijk wel een manier om het in te vullen bovenop die index, dat ze eindelijk eens een zogezegde opslag zou krijgen. Verder zitten we toch wel met dat werkbaar werk op het bedrijf, dat al in een werkgroep zit en dat we eigenlijk de ondersteuning wel willen van de sector. Dat er misschien wel een soort sanctiebeleid komt als de werkgever niet echt in meegaat in onze voorstellen. We doen enorm veel voorstellen, maar soms worden die toch wel afgewimpeld of toegezegd maar niet uitgevoerd, omdat er echt geen sanctiebeleid achter zit. Dat zijn toch wel twee punten waar we zwaar willen op inzetten in het bedrijf en dan we hopen dat de sector daarin volgt of toch eigenlijk ondersteuning inbiedt. Wat komen de sectoronderhandelingen? Wat zijn mijn verwachtingen of onze verwachtingen daarvan? Ik denk dat na een tijd waar dat er een loonstop geweest is, waar er een indexsprong geweest is, denk ik dat er enerzijds vanuit het IPA al een marge is gecreëerd om inderdaad terug de koopkracht te versterken van de mensen. En ik heb er alle vertrouwen in dat onze onderhandelaars in de sectoren daar nog een verbetering of een correcte invulling of een verbeterde invulling gaan op toevoegen. Dat we de marge, die 1,1% die gecreëerd is, dat we die volledig kunnen toeschrijven op een loonstoeslag. Het is ook zo dat de mensen in de bedrijven en op de vloer daar vragende partijen voor zijn. Ik denk dat dat ergens ook wel logisch is, want dat je gaat terugkijken naar de afgelopen jaren, dat we eigenlijk in principe niks van loonsopslag gehad hebben en dat we onlangs ook nog de indexsprong hebben moeten slikken, denk ik dat dat wel vrij normaal is. Ik hoop ergens ook wel dat we van die 1,1% net te veel gaan toeschrijven aan de aanvullende pensioenen. Zijn ook omdat die aanbeveling er ook wel is gekomen. Ik ben er wel van overtuigd dat als we dat globaal in een loonsopslag kunnen steken, dat sowieso bij de berekening van de rustpensioenen we tot een hoger wettelijk pensioen komt. En dat is eigenlijk voor mij wel het belangrijkste.